Meneertje is wakker, dus dat betekent dat we er even op uitgaan. Want ik mag weer naar dezelfde afdeling als waar ik was voor mijn kinderwens. Ik merk dat mijn conditie gewoon super slecht is en mijn spierkracht ook heel erg laag. Hey, even geleden. Het leek me allemaal wat eentonig, het dagelijkse leven, niks speciaals. Eigenlijk dat ik dacht, maar juist het normale is zo fijn om mee te maken. Het is zo fijn om ook juist dat te mogen delen. Ik miste jullie eerlijk gezegd ook wel een beetje, dus hey, we gaan deze keer gewoon voor normaal. Je ziet wat stukjes van ochtendroutine en daarna beginnen we gewoon gezellig deze fijne normale week. Welkom in het nieuwe jaar. Ik zit hier lekker met Lucas te spelen, dus je hoort hem op de achtergrond natuurlijk lekker klieren. Groot gelijk. Hij heeft helemaal zijn gereedschapskistje ontdekt. Dus deze, echt zo schattig. En er zit echt zo'n hamertje in en dingen. En dit had hij al gekregen toen hij als kraamcadeau was eigenlijk. Maar nu heeft hij hem helemaal ontdekt. Het is echt zo lief om te zien. Vooral de schroefjes zijn je favoriet. Ja. Dan houdt hij mooi in de lucht. En dan woehoe, zo mooi. Ja. Maar ik ga deze week weer een weekvlogje doen. Het is veel te lang geleden dat ik hier op YouTube ben verschenen. Ik ben bezig met een video over de verbouwing van het huis. Nee, van de badkamer. Moet niet liegen, het is echt alleen de badkamer. En ik heb het natuurlijk al eens eerder gezegd dat ik bezig was met de badkamer. Omdat we dat heel graag wilden doen, omdat we er tegels voor hadden gekocht. Een badkamermeubel, dat van de wastafel en zo. Maar het is nou zo goed als af. We hebben heel erg hard doorgeklust in de afgelopen vakantie. Ja, ik ben ook ziek geweest in de vakantie en zo. Dus ik heb eigenlijk niet echt wat gedaan aan YouTube. Sorry daarvoor. Maar goed, we gaan gewoon weer gezellig door. Lucas is ook bijna jarig. Volgens mij, als jullie dit zien volgende week, het gaat veel te hard. Ja, alle clichés zijn waar. Het gaat echt hard. Hij is gewoon bijna 1. Hij kan bijna lopen, heb ik het idee. Want soms staat hij ook al los en zo. En hij gaat razendsnel. Ja? Je begint langzaam maar een beetje mama te zeggen. Dat vind ik ook super knap. Nee, dat mag je niet doen hoor. Hij zit beneden aan te kijken. Mag het? Mag het? Ja, je mag het helemaal omver gooien. Wiebelen, wiebelen, wiebelen. Kijk, je moet er eigenlijk zo overheen. Ja. Ja. En de giraffenkop. Zo. En de nijlpaardkop. En we hebben nog een zebra. En er hoort nog een papegaai bij. Maar waar die is gebleven, zal wel weer ergens onder de bank liggen of zo. Nou, Lucas die ligt lekker te slapen. Dus ik dacht, dan is het wel eventjes lekker om weer wat te gaan haken. Dus ik ben even mijn haakpatroon aan het opzoeken. Want ik was bezig met een haakpatroon van een paardje. Dat vind ik heel erg leuk. Ik ben zelf fan van paarden. Om het zo maar even te noemen. Ik heb zelf ook een paard. Ik vind het gewoon leuke dieren. En ik vind het ook leuk om daar dan knuffeltjes van te maken. Alleen even het patroon opzoeken. Gevonden. Haakspullen erbij. Ik was bezig met het lijfje haken. Dus dat wordt weer helemaal leuk. Even kijken. Ik was met z'n stand weer klaar. Is wakker, dus dat betekent dat we er even op uitgaan. Zo, en je capuchon op. Het is koud buiten. Ik moet even naar de Hema sowieso. Want Lucas die heeft toch wel wat kleding, maar hij groeit. En ik weet niet of hij de hele winter ermee door kan. Plus ik moet nu toch best wel vaak wassen. Dus we gaan toch even kijken voor nieuwe kleding. Eventueel zo'n skipakje ook of iets warmers voor aan zijn voeten en zo. Zodat we wat meer buiten kunnen lopen. Ja, want eigenlijk is dit ook een beetje te koud. Ik heb sowieso mijn dekentjes. Oh ja. Goed dat ik het zeg, anders vergeet ik het nog. En dan ga ik kijken of ik dat kan vinden. En anders moet ik even kijken of ik ergens anders wat vandaan ga halen. En ik moet nog even een pakketje wegbrengen. Want voor degenen die het niet wisten, ik heb een webshop in dierenproducten. Dierenspeelgoed vooral. Ja, we gaan schat.
En echt voor allerlei dieren hoor. Voor honden, katten, konijnen, knaagdieren, cavia's, vogels, paarden, noem het maar op. Echt voor van alles heb ik speelgoed, trainingsmogelijkheden die ik verkoop. En ik heb weer een bestelling die ik eruit mag doen. Dus we gaan ook even langs het postpunt. Ja, zullen we gaan? 1, 2, let's go! Shoplogtijd. Ik heb jullie even gevaarlijk op de kinderwagen gezet. Maar ik ben even bij de Zeeman ook geweest. Heb ik even nieuwe doeken gehaald. Van die dweldoeken. Ik gebruik ze tegenwoordig om even snel alle haren en stoffen zo van de grond af te halen. 9 van 10 keer heb ik de neiging om schoon te maken wanneer Lucas op bed ligt. En de stofzuiger maakt hem wakker. Dus dan is dit wel heel erg handig. Een nagelknippertje. Maar deze is van de Hema. Ongeacht dat ik tegenwoordig heel erg opruim. En dat ik het echt wel goed onder controle heb. Raak ik deze altijd kwijt en kan ze nergens meer vinden. Dus nog eentje extra. Oh ja, deze is nog van de Zeeman. Haar elastiekjes, want ze beginnen de laatste tijd weer af te breken. Eens in de, ja, zoveel jaar heb ik even nieuwe nodig. Dit zijn er dan wel weer veel te veel. Meestal heb ik er 2 en daar doe ik dan zo'n 3, 4, soms zelfs 5 jaar mee. Maar, nou ja, ze gingen per zoveel. Moet ik de prijzen noemen? Bij Zeeman en zo is het gewoon goedkoop. Die elastiekjes waren 1 euro, zie ik. Deze staat er niet op. Maar wat we natuurlijk allemaal willen weten is, wat heb ik gekocht voor Lucas? Het viel me heel erg tegen wat er was. Soms kan je echt mega goed slagen bij de Hema. Waaronder deze sokken, want die vond ik wel heel erg schattig. Ik had hier al een paar van, maar ik heb maar bijgehaald. Die zijn 5,60 euro uit mijn hoofd, zoiets. Maar met egeltjes en met streepjes. En deze zijn super dik en lekker zacht en lekker warm. Dus die zijn misschien handig voor als we naar buiten gaan, om dan nog weer over een paar sokken heen te doen ofzo. Dat het toch even wat warmer is. Want slofjes en zo, die houdt hij niet aan. Vindt hij niet prettig zitten of zo. Dus ja, dan maar sokken, 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 sokken. Dan heb ik een lange mouwenromper gekocht. We hebben nu eigenlijk in zijn maat alleen maar korte mouwen. Dus ik dacht, ik doe ook maar even een lange. En dan daar overheen kan je dan truien doen natuurlijk. En dan is het net even weer wat warmer voor als we naar buiten gaan. Want binnen is het wel prima te doen hoor, qua temperatuur. Heb ik het zelfs eerder snel te warm dan dat het koud is. Maar ja, je moet ook naar buiten af en toe. Dus deze. En ja, hij zit dus tegenwoordig in maat 74. En nou ja, 80 gaat af en toe. Maar deze vond ik wel leuk. Met vosjes, daar heeft hij ook een slaapzakje van. Een nieuwe slaapzak kon ik niet vinden, want dan wil ik wel een nieuwe leuke. Maar ik vond ze een beetje tegenvallen bij de Hema. Dus ik ga gewoon ergens anders even voor kijken. Ik heb een pukkenbaby, maar daar wordt hij niet blij van. Heel jammer, want het is best wel veel geld. Maar ik krijg hem daar gewoon niet vrolijk in. Hij slaapt dan slecht. Hij wil het gewoon niet. Dus ja, uiteindelijk gaat de voorkeur van het kind ja, is dan belangrijker. En die van de Hema sliep hij wel lekker in. Maar hij wordt te groot. Dus dat gaat niet. Maar goed. En dan dit truitje. Ik weet nou niet. Het hing een beetje op de overgang van jongens-meisjesafdeling. Dus ik heb geen idee of het een jongens- of meisjes trui is. Maar het zijn neutrale kleuren. Dus dat kan voor allebei wel, vind ik. Beetje zo'n Noorse trui. Ik hou er wel van. Ik vind Noorse trui echt mega leuk. Ik zag er laatst eentje voor vrouwen gewoon in felblauw. En die vond ik echt heel tof. Alleen, die paste ik niet. Tenminste, het was niet meer in mijn maat verkrijgbaar. Super zonde. Maar goed, deze heb ik dus in 74 gekocht. Heel leuk truitje. En ik wil dan nog eventjes ergens anders kijken, want ik kon het echt gewoon niks leuks vinden voor zijn verjaardag. Want dan wil ik hem ook een leuk outfitje aangeven. Maar goed, ik ga met mijn baby spelen. Hè? Nu je nog baby bent, mag ik je zo noemen? Ja, oh, goed zo. Zo kon je dat oplossen, ja. Super knap. Shake it, shake it, shake it. Kijk eens, die heb ik ook nog. Die vond je ook altijd leuk. Super mooi. Ja, en je ziet waarschijnlijk ook wel dat ik hem een beetje buiten beeld hou met zijn gezicht. Niet krampachtig, het komt echt wel voorbij hoor. Maar ik, nu die 1 wordt, begin ik toch wel weer een beetje van, is het verantwoord om hem in beeld te brengen of niet? Of wat is mijn afweging daarin? Ik weet dat er hele sterke meningen over zijn van allebei de kampen als het ware. Ik ben er zelf nog niet helemaal 100% over uit, dus ik doe het nu eigenlijk een beetje half-half. En als het goed voelt, dan komt hij wel eens in beeld. Maar als het minder goed voelt, dan probeer ik zijn gezichtje er even een beetje uit te laten. Dan weten jullie dat voor de toekomst. Ik merk ook dat ik een beetje schor weer aan het worden ben. Dus ik ga even wat drinken en met jou spelen. En dat kan allebei tegelijk. Alsjeblieft. Oh, boom. Zo, soms hè, heb je van die dagen en dan denk je, waarom? Ik dacht dat ik moest haasten. Ik moet straks naar het ziekenhuis. Ik zal er straks even wat meer over vertellen.
Maar mijn moeder die zou langskomen, zodat ik iemand heb voor Lucas, zodat ik me daar dan niet op hoef te focussen. Maar ik dacht helemaal van, oh, ik moet opschieten, want mijn moeder die staat over een kwartier voor de deur. Blijkt het een uur later te zijn dat ze komt. En niet omdat ze een uur later is, maar omdat ik gewoon niet goed op de klok gekeken. Goed. Ja, dacht mama dat je zo lang had geslapen. Tuurlijk heb je dat niet gedaan. Natuurlijk heb je dat niet gedaan. Maar goed, nu hebben we dus wel nog een uurtje extra. Maar goed, ik moet dus naar de gynaecoloog toe. Ja. Want ik moet volgende echo. Ik bloed inmiddels, oh, ik weet niet eens meer hoeveel dagen het is. Inmiddels meer dan 30 dagen. Vind je het grappig? En ja, mijn menstruatie, ik geloof niet meer dat het een menstruatie is, maar die gaat gewoon niet meer. Of die blijft maar doorgaan, bedoel ik juist. En de huisarts die wist er niks mee. Ik heb bloedstollende zooien gehad. En het stopt gewoon niet met bloeden. Dus we gaan verder kijken. Ik moet naar de gynaecoloog. Uitstrijkje zei ze dat ze die niet kon maken. Omdat ik aan het bloeden ben. Dat het een foutieve uitslag gaat geven. Nu had ik alleen wel van een van jullie te horen gekregen. Dat je dus blijkbaar wel gewoon een uitstrijkje kan laten maken. Als je ongesteld bent of bloed. Dus ik moet even navragen. Ik weet niet precies hoe of wat. Neem aan dat een huisarts toch wel weet wanneer hij een uitstrijkje kan maken of niet. Maar misschien dat het ook weer protocol ding is. Bij elk huisarts, bij elk ziekenhuis hebben ze toch altijd weer andere protocollen. Maar goed, ik mag weer trip down memory lane. Want ik mag weer naar dezelfde afdeling als waar ik was voor mijn kinderwens. Continu die echo's om follicles in de gaten te houden. Nu gaan we eens kijken of ja, baarmoederwand wel goed zit. Of mijn baarmoeder überhaupt wel goed zit. Maar ja, gewoon kijken of we dingen kunnen uitsluiten eigenlijk. Maar we zullen zien. Ik vind het zo stom. Want we hebben dan één echo en dan that's it. Dan moet ik weer mijn huisarts bellen. Maar ik denk dat als hier niks uitkomt, dat ik toch even gewoon de gynaecoloog wil spreken. Weet je wel? Ik ben nu meer dan 30 dagen ongesteld. Ik ga even tellen. 27, 28, 29, 30, 31. Ik ben nu 31 dagen ongesteld. Ik heb hier geen zin meer in. Maar dat snappen jullie denk ik wel. Ondertussen is het hier zeer gezellig geworden met alle dieren. Maar omdat de planning heel anders is dan dat ik had gedacht, gaan we dan maar thuis even een broodje eten. Hè? Anders wilden we dat gewoon in het ziekenhuis doen. Bij het restaurant hebben ze ook altijd wel gewoon broodjes. Losse broodjes ook voor hem. Ja, ik ga je optillen. 1, 2, woe! Oh ja, maar eigenlijk was ik gewoon van plan om deze nog te gaan opruimen, want die kwam ik nog tegen. Die lag op de vensterbank, maar de katten hebben die er gewoon vanaf gehaald. Laat je de katten met rust. Voorzichtig, hè? Nee. Nou, we zijn inmiddels wat uurtjes later. De echo ging gewoon goed. Totdat het een beetje, ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk of zo. Het is een tijdje helemaal gewoonte voor mij geweest om daar weer met mijn benen bij te liggen. En nu opeens, het is toch wel weer anderhalf jaar geleden geloof ik of zo, dat ik voor het laatst van die inwendige echo's heb gehad en alles. En toch denk ik weer van, is dan toch niet fijn of zo. Maar goed, echo is geweest. Daarna ben ik met mijn moeder eventjes naar Babypark gegaan. Want ik wilde kleren kopen voor Lucas. Weet je, hetzelfde doel als wat ik gisteren eigenlijk had. Maar weer, hier was bijna geen kleding. Dus ik denk dat ik maar gewoon lekker met Bram een keer naar Prenatal ga. Want daar hebben ze altijd wel wat. Prenatal vind ik denk ik het makkelijkste gangbare winkel waar je leuke kleding kan kopen. Prenatal is toch altijd wel een fysieke winkel. En veel andere fysieke winkels dan kan ik toch net niet slagen of zo. En de winkels waar ik kleding wel altijd echt heel erg leuk vind, dat zijn dan vaak online winkels. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. 9 van 10 keer probeer ik het op Vinted. Maar soms duurt het heel lang voordat mensen iets gaan verzenden. En dan, ja, daar wil ik eigenlijk ook niet op wachten. Ik heb jullie hier heel gevaarlijk op een stoel neergezet. Maar we hebben wel iets gevonden. En dat is dit leuke pakje. Het is een soort blouse, maar echt veel warmer. En dat vind ik heel erg lekker. Ik vond hem ook veel te duur. Hij was 40 euro nieuwprijs. Maar hij was dus met korting. En we hebben er uiteindelijk 20 euro voor betaald. En dan vond ik het wel oké. Sowieso wilde ik hem eigenlijk niet kopen. Want ik dacht, jeetje, ik ga sowieso nooit zoveel geld uitgeven. Dat is van Noppies trouwens. Mijn moeder zei, nee, dat is hartstikke leuk voor zijn verjaardag. Dat moet je doen. Ik zei, ja, het is ook heel erg leuk, maar het is zo duur. Zei ze, nee, dan koop ik het als jij het niet doet. Ik zei, nou, oké, weet je, laten we het maar meenemen dan. Het was dus flink in de korting, dus dat scheelt. En uiteindelijk was het dus niet zo'n groot probleem als dat we dachten.
Maar het is een heel leuk ding met knoopjes. Weet je, van die drukknoopjes. Dus lekker makkelijk. Ik denk eigenlijk, nu ik dit zeg, dat hij hem dan gaat uittrekken. Zie wel. Maatje 74, want hij valt volgens mij best wel groot. En mijn moeder dacht, als we hier nou leuk een blauw broekje onder doen die we hebben van de CNA. Die heeft zo'n rood boordje eronder. Dan is dit heel erg leuk. Dus dat wordt zijn verjaardagsoutfitje. Ik ga jullie toch even ergens anders neerzetten, want het is echt geen doen met dat tegenlicht. Hier is even beter. Jullie staan tegenwoordig op mijn hamsterverblijf. Kijk, ik moet er elke keer wat bedenken. Maar toen we eenmaal thuis kwamen, toen kon ik pakketjes ophalen die ik had op laten bezorgen bij zo'n ophaalpunt. Voor het feestje van Lucas, want 16 januari is hij jarig. En ik wil gewoon heel graag een feestje geven. Heel kleinschalig hoor, maar wel gewoon een leuk themafeestje. Want dat is iets waar ik altijd van heb gedroomd. Dus nu mag ik dat lekker gaan doen. Het is een tafelkleed, gewoon een groen tafelkleed. Die past mooi in het bosdierenthema. Hij heeft een bosdierenkamer, een bosdierenkaartje. En zijn eerste verjaardag wordt ook het bosdierenthema. Dus een groen kleed, want het is gewoon papier. Ik wilde geen plastic het liefste. Dus gewoon een papieren kleed gedaan. Kan ik leuke tafels mee bedekken. Dan moet ik even de doos pakken. De rest, er is één ding niet binnengekomen. Dus daar moet ik nog even achteraan gaan. Nou, van die cupcake prikkers met bosdiertjes erop. Maar die zijn dus niet binnengekomen. Moet ik even achteraan gaan dus. Maar hele leuke papieren bekertjes. Nou, super schattig. Met die beestjes. Daar heb ik ook een hele leuke slinger van. Hier bovenop zie je hoe die eruit komt te zien. Servetjes in bosdierenthema. En een aantal bordjes voor taart. Wij hebben helemaal niet zoveel borden. En we hebben wel een taart geregeld. Die gaat de broer van Bram bakken. Hij is bakker van beroep ook. En patissier en zo. Dus super leuk. Hij kan dat super goed. Die gaat dus de taart voor ons zoontje maken. Maar dat is ook een bosdierenthema taart. Uiteraard. En dan wel leuk met van die bordjes erbij. Dan heb ik hier nog slingers. Van die papieren slingers. Dus wat ik vroeger ook altijd met jou vond ik heel leuk. Want we zijn echt zo heel dicht op elkaar. Vind ik gewoon mooi. En ballonnen gekocht. Maar niet gewone ballonnen. Want ja, plastic ballonnen zo. Dat vind ik toch niet goed voor het milieu. Nu zit het alsnog in plastic verpakt. Ik weet het. Je kan het nooit perfect doen. Maar ik wil ook gewoon een beetje alternatieven zoeken. En dit zijn dus, hoe heet dat? Latex ballonnen. Van die rubberen, natuurrubberen latex ballonnen. En die zijn dus biodegradable. Of hoe ze dat zeggen. Even kijken of dit een alternatief is. Nu ik het heb over milieu, denk ik echt, ja, waar heb ik het over? Kom op, alles zit ook in plastic verpakt. Maar ik denk, ik heb mijn best gedaan, jongens. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar goed, ik heb hier dus helemaal zin in. Bram, die dacht echt, waar ben je mee bezig? Want dit herinnert hij zich toch niet. Toen dacht ik, nee, maar ik wel. En dit was echt een droom van mij vroeger om van die themafeestjes te doen voor mijn kind. Dat had ik helemaal leuk gevonden. En nu eindelijk, nu ik dus een kindje heb, denk ik, ha, nu ga ik het natuurlijk ook lekker uitmelken. Dat is allemaal leuke dingetjes. Ik heb er helemaal zin in. Helemaal zin in. En toen kwam ook dit pakketje binnen. Echt een pakketjesregen opeens. Hip resistance bands. En dit zijn dus van die elastieken die je dan om je bovenbenen doet. En dan kan je zo rekken om te sporten. En waarom heb ik dit nou gekocht? Ik doe met Newborn Fit Mama het bandenprogramma. En ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd pas vandaag mee begonnen. Eigenlijk 3 januari was de bedoeling, maar ik was echt te ziek om echt flink te gaan sporten en doen. Dus ik ben vandaag begonnen. Dus dan loop ik net even wat langer door. Dan ga ik in februari door als het ware. Maar ja, sportbanden dus. Om mee te kunnen sporten. Dit is volgens mij licht, medium en een zware band. Dus wat meer weerstand geeft. En ik hoop dat ik dus langzaamaan een zwaardere band kan gaan proberen. Nu doe ik het nog eventjes zonder band. Omdat ik merk dat mijn conditie gewoon super slecht is. En mijn spierkracht is ook heel erg laag. Ja, weet je, ik ben er maar gewoon eerlijk over. Ik vind het heel frustrerend. Ik wil gewoon heel veel meer spierkracht. En je moet ergens beginnen. Dus ik doe nu even zonder banden. Want dat is al zwaar genoeg. En dan hoop ik snel ook de lichtband erbij te kunnen pakken. Of bij bepaalde oefeningen dat dan te kunnen doen. En ja, ik roep het al jaren. Ik heb al jaren het doel om af te vallen. Maar ik denk dat ik het nu gewoon niet meer als afvallen ga noemen. Maar me fitter voelen in mijn lijf. En dus vooral spierkracht opbouwen. Dat betekent niet per se dat het getalletje op de weegschaal omlaag moet. Maar ik wil meer spier en een beter uithoudingsvermogen. Zodat ik gewoon lekker straks ook in de speeltuin kan revotten met Lucas. En met hem mee kan doen en zo. Dat lijkt mij gewoon heel erg tof. Ik zou dat zonde vinden
als mijn lichaam mij daarin in de steek laat. Dus ik ga het nu gewoon super onderhouden. Dat valt onder het stukje zelfzorg wat ik heel graag dit jaar aandacht aan wilde geven. En ja, er hoort sport erbij. En als ik het leuk ga vinden, ik hoop dat ik het op een gegeven moment leuk ga vinden. Dat ik het gewoon ook lekker uiteindelijk ja, als routine kan gaan doen, snap je? Hier hoef je ook niet per se mee naar de sportschool en zo. Dus het kan makkelijker even tussendoor. Hoewel ik moet zeggen, het is erg lastig als Lucas wakker is om dit te doen. Want dan wil hij op me klimmen en doen en zo. Dat is helemaal niet handig. Oh ja, hamster, dat werkt ook niet. Hamster wil gaan lopen in zijn wiel, maar hij heeft net al die bodembedekking erin gedaan. Kijk, als je gaat graven, prima, maar dan krijg je dus dit. Zo. Pas op. Zo, hij doet het weer voor nu. Ik moet hem binnenkort weer verschonen, maar voor nu is het even opgelost. Hé, Poppy? Nibbit? Wil Nibbit wat lekkere kruiden en zaadjes? Eet smakelijk. Lucas ligt weer op bed. En wat een gezellige nacht hebben we gehad. Hij was weer lekker aan het spoken. Ik heb geen kleding meer, want ik loop een beetje achter met de was. Je zag zelfs daar al was liggen. Moet ik allemaal nog doen. Jeetje, mijn was mijn pelt echt uit. Dus moet ik allemaal even bijwerken. Maar er zit nu een was in, dus ik kan nu even niks doen. Maar goed, ik heb dus het shirt van Bram aan. Want mijn eigen shirts zitten allemaal in de was. En truien en dingen. Dus ik moet maar even met zijn kleding doen. Ik ben toch niet de enige die af en toe in de kleding loopt van een man of niet? Of van een vriend? Nee joh. Ik ben niet de enige. Misschien wel de enige met de reden dat ik gewoon zelf geen kleding heb. Maar maakt niet uit, want het past eigenlijk ook wel. Nou ja, is wel een beetje groot, een beetje lubberig, maar wie maakt zich er druk om? Ik ben vandaag toch gewoon thuis, dus ik ga daar geen zorgen over maken. Het is vandaag een huishouddag. Hé, hey, het is vrijdag. Ik ben jullie niet vergeten hoor. Ik heb net even Lucas eten gegeven. En die zit nu lekker te spelen in zijn speelhoek. Echt blij dat hij zo lekker kan spelen. Ik moet straks even dit kleding op neerleggen. Dat ik even moeten wassen. Maar ik ben gisteren, dat hebben we natuurlijk niet kunnen filmen, heb ik een opleidingsdag gehad. Een praktijkdag in de konijnensector. Want ik wil konijnendeskundige worden. En ik ben bijna aan het eind. Volgende week heb ik mijn theorie-examen. En daarna heb ik nog mijn praktijkexamen. En ja, het was gewoon mega leuk. Konijnen kunnen trainen, hanteren, observeren, dat soort dingen. Hey! En wij hebben dit boek gekregen van de lesgeefster. Een konijn erbij. En dat is echt een heel boekwerk over hoe je konijnen kan koppelen. Want simpelweg, ja, ik weet niet of iedereen hier geïnteresseerd in is, maar konijnen kan je niet zomaar bij elkaar zetten. Maar het zijn wel groepsdieren, dus ze moeten eigenlijk altijd met z'n tweeën leven. Maar het grappige van konijnen, zij kiezen ook echt zelf hun eigen maatje uit. Net als dat wij eigenlijk ook onze eigen partner uitkiezen. En ik vind het zo mega interessant, het karakter van konijnen en hoe dat staat ten opzichte van de rest van het dierenrijk en zo. Dus ik ben er echt heel erg geïnteresseerd in. Ik vind het heel interessant. Veel mensen denken nog steeds bij konijnen aan een konijn in een hok. En dan dat is het. Het is leuk om naar te kijken. Maar het zijn zulke slimme dieren. En er zit zoveel achter. En als je dat eenmaal weet, dan kan je ze steeds meer gaan waarderen. Dus het is helemaal leuk. Ik zit tegelijk ook naar mijn konijnen buiten in de tuin te kijken. Want die zitten lekker door de hele tuin heen te rennen en te pavikeren. Maar goed, vandaag is het vrijdag. En ik mag over een uurtje mijn huisarts bellen voor de uitslag van de echo. En daar ben ik wel een beetje... Ja, ik hoop gewoon dat er wat uit is gekomen. Zodat ik weet waar ik mee bezig ben. Weet je, ik ben nu inmiddels 34 dagen ongesteld. Volgens mij 33. Te lang in ieder geval. Om een maand. Meer dan een maand lang achter elkaar. Dus ik hoop dat ik daar op een of andere manier gewoon van af kan komen. Hé, hey Lucas, ik kom eraan. Kom, gaan we gelijk het spleet even neerleggen. Oh nee, dan kan ik eerst even vegen. Oeh. Even zitten. Hé, het is nu zaterdag. Ik heb gisteren even niks meer verteld. Want ik was een beetje... Ja, ik was er niet helemaal mee eens met wat de huisarts uiteindelijk had verteld. Ze wilde me eerst aan een hormoontherapie zetten. Veelvoudige hormoontherapie of zo. En toen ik aangaf van nee, liever niet. Want ik heb ervaring met depressieve gevoelens, met hormonen en zo. En toen zeiden ze de minipil. Ga dan maar de minipil doen. Maar ze weten eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is. Uit echo konden ze niks vinden. Ze zeiden zelfs dat mijn PCOS weg was. Terwijl ik tijdens de echo te horen kreeg dat de PCOS er nog wel degelijk aanwezig was. Dus ik ben een beetje in de war. Ik heb het ook op Insta. Op Instagram heb ik het aan jullie voorgelegd. Van wat zouden jullie doen in deze situatie? Of hebben jullie hetzelfde meegemaakt? Wat zou jij dan doen? En toch wel de meeste van jullie zeiden van... Vraag een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Laat het gewoon eventjes goed uitzoeken. Dus dat is wat ik ga doen. Toen ze me belden was de huisarts al weg. Dus ik kon er helemaal niks meer mee. Maar...
Wat was het nou? Nee, maandag ga ik bellen. In principe zou ik maandag moeten beginnen met die minipil. Maar het voelt gewoon niet goed. Ik ben gewoon te bang dat ik mentaal weer helemaal in de knoop ga zitten met mezelf. En dat heb ik er gewoon niet voor over. Want ik heb nu een droom mislopen. Hij is bijna jarig. Ik wil gewoon niet meer het risico lopen dat ik weer zo in de put zit. Ik heb gewoon een kindje voor te zorgen. En ik wil er ook gewoon lekker van genieten. Dus ik ga toch kijken of er iets anders is. Er moet toch ook iets anders zijn om even uit te sluiten of zo. Ik weet niet. Het voelt gewoon nog niet helemaal goed. Dus ik ga maandag vragen voor een second opinion. Of een doorverwijzing naar de gynaecoloog of iets dergelijks. Want het voelt niet goed of zo. Ik weet niet. En wat, als er iets is wat ik heb geleerd in de afgelopen tijd. Is het wel je onderbuikgevoel voelen of volgen. En ik denk dat dit zo'n situatie is waarin ik dat inderdaad eventjes moet gaan doen. Over zijn verjaardag gesproken. Komende dinsdag is die jarig. En komende zaterdag gaan wij het vieren. Dus we zijn nu eigenlijk al een beetje aan het opruimen en schoonmaken en zo. Van die dingen die je altijd een beetje achterlaat, weet je wel. We hebben natuurlijk net die verbouwing gehad en er lag nog hier en daar gereedschap en dat soort dingen. Dat zijn we nou even aan het doen. We gaan straks nog eventjes de tuin opruimen. Het is ook wel leuk als die er een beetje netjes bij ligt. Dat is echt onze dumptuin geworden uiteindelijk. Maar dat moet ook even gewoon opgeruimd worden. We gaan nog even naar de prenatal, want Lucas heeft echt een nieuwe slaapzak nodig en die heb ik nog niet kunnen vinden. Dat soort dingetjes. Jullie krijgen het vanzelf te zien hoe dit weekend eruit komt te zien. Maar goed, het was in ieder geval even een update over de huisarts, echo, noem maar op. Wij gaan weer even door met schoonmaken. Wij zijn net even bij de prenatal geweest en we hebben een leuk blouseje gehaald. Leuk altijd, hè? Als het in de korting is. Ja! En we hebben een nieuwe... Ja, een nieuwe slaapzak voor hem. Want die heeft, die past hij dan natuurlijk niet. Ze hadden hele leuke printjes wel bij de prenatal, maar we zijn voor deze met blaadjes gegaan. Die leek ons het fijnste voor hem. En nou zijn we in de parkeergarage, want ik wil nog heel graag even naar Pippo's. Dat is een creatieve winkel. Want ik wil vet halen om kaarsen te kunnen maken. Het lijkt me ook wel leuk om eens een keer uit te proberen. Ah! Ja! Yeah. Oh! En nu? Hey, het is... Oeh, ik liet de camera vallen. Het is zondag. En mijn vader die komt straks om het even te helpen met wat boekhoudingzaken en zo. Maar eerst maar eventjes naar de konijnen om hun schoon te maken. En ja, te verzorgen en dat soort dingen. Ik zei natuurlijk dat we gisteren naar Pippo's waren geweest. Ik heb er helemaal niks meer gefilmd, want ik was helemaal flabbergasted met wat er allemaal is aan leuke dingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik wilde zoveel doen. Ik zag klei liggen, allemaal leuk teken en bullet journal dingen en zo. En ik had helemaal weer zin om ermee aan de slag te gaan. Maar ik heb uiteindelijk gekozen om niks mee te nemen. Want Pippo's is toch best wel duur, zag ik. Jammer, anders had ik waarschijnlijk wel wat meegenomen. Maar ik denk dat het ook ergens wel goed is om eventjes eerst te laten bezinken. Ga ik dit echt doen? Wil ik dit echt doen? Want ik vind ja, creatief zijn vet leuk, maar vaak heb ik de tijd er gewoon niet voor. Of maak ik de tijd er niet voor vrij. Dus ik wil er eerst over nadenken of ik dat ook daadwerkelijk ga doen. Plus, ik zag deze net in de kast liggen. Die moet ik ook nog afmaken. Ja, deze is af hoor. Ik bedoel, dit is het hoofd van een paard. Tenminste, dat moet het voorstellen. Snap je? Maar ik heb ook nog een heel lijf die eronder moet. En benen en dingen. En de staart moet er nog op. Dus dat ga ik misschien maar eerst afmaken voordat ik iets nieuws creatiefs ga kopen. Ik vind het gewoon leuk om dat soort dingen te leren. Later ook zodat ik het aan Lucas kan leren of zo. Van weet ik veel hoeveel kinderen er nog gaan komen. Dat ik dat dan mijn skills zeg maar even door kan geven. Maar dit is toch schattig? Haken blijkt ook nog wel een dingetje. Vind ik ook wel leuk. Hé, ik ga ophouden met treuzelen. Want die konijnen... Die willen een schoon hok. Nou, dit was aangeveegd met de nadruk op was. Want ze hebben er alweer in gezeten. Maar we hebben vooral ook hier even opgeruimd. Dit was één grote drama qua troep. En dit stond helemaal vol en was nooit meer aangeveegd en alles. Maar het is nu weer helemaal schoon. En veilig. Op wat flesjes daar, die moet ik even nog opruimen. Nou, voor de konijnen. Kunnen ze weer veilig ronddwarrelen door de tuin. Want dit is ook even helemaal schoongemaakt. Voor in de tuin is nu ook even alle troep weg. En het is ook super fijn dat we die bakken weer even naar achter hebben kunnen krijgen. Daar zo. Want dan staat het niet zo in het zicht. En dan kan ik gewoon wat makkelijker naar de konijnen kijken als ze in het hok zitten. Oh, deze moet ik openlaten. Zo. Hop. Kunnen zij lekker buiten spelen. En geloof me, het was echt even nodig. En Lucas die lag te slapen, dus we konden gewoon lekker even in één stuk door.
En dan hebben ze weer lekker een groot speeltuin. Steeds mooier.